U bent de eerstwachtende. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. En heel spannend moment. Oké, echt zo grappig. Soraya ging net weg om Shaina op te halen. Het ging net allemaal even heel snel. Het is donderdag. We moeten een beetje haasten. Want ze gaat niet door. Dus nu snel naar school toe. Ik ben nog niet scherp. U bent de eerstwachtende. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. En heel spannend moment. Ik had natuurlijk pas die bakken voor Sarah de speelgoedjes gesteld. De tweede keer. Maar toen zaten er hele verkeerde dingen in dat pakket. Dus hopen dat dit nu de goede zijn. Nee, gewoon weer wat ik niet besteld heb. Hoe moeilijk kan het zijn? Dit is niet de advertentie die ik koop. Het is nou de tweede keer. Nou, dan ga ik maar gelijk weer achteraan. Echt, hoe moeilijk kan het zijn? Je koopt iets, die advertentie klik je aan en dan krijg ik gewoon voor de tweede keer dat echt laten zien. Ik heb het natuurlijk laten zien. Het zijn echt van die vakjes en dan maak je een lade in. Maar wat krijg ik? En daar heb ik niks aan, want ik moet lades hebben. Kijk, dit schuif je zo in elkaar. En dan wordt het, zeg maar, een schoendoos. En dan kan je hier en hier sluiten. Maar dat wil ik niet. Ik wil die schuiflades. Want dan heeft ze allemaal vakjes. Dit schiet niet op. Dan, dit is binnen no time kapot en dan moet ze elke keer open en dicht doen. Ik ben hier echt niet blij mee. Ja. Ik ben met Soraya, die niet in beeld wil nu. Gezellig aan te kletsen. Die kwam onverwachts langs. Oké, echt zo grappig. Soraya ging net weg om Shaina op te halen. En ik moet zeg maar dan een half uurtje later de deur uit om Sarah op te halen. Dus Ser belt net weer. Dus ik denk, is iets vergeten of zo? Ze zeggen, zullen we die meid anders nu laten spelen? Alleen, Sarah die is 3 kwartier later uit. Dan Shaina. Dus ze komen nu hierheen. En dan gaan we zo Sarah met z'n drieën verrassen bij school. Dat is wel leuk, want dan gaat de vriendinnetje erop halen. En ze weten helemaal niet eens dat ze ermee gaat spelen. Maar Sarah en Shaina, die zijn echt de terrible twins samen. Ze zijn op dezelfde dag geboren. En ja, echt, ze zijn zo lief als zo terrible samen. Ze hebben nooit ruzie samen. Ze halen de raarste streken uit samen. Maar ze zijn echt 2 handen op 1 buik. Dus het is wel echt een leuke verrassing. En op de een of andere manier zien ze elkaar echt te weinig. Dus dan is het helemaal leuk nu. Ze zijn zo blij. Dan kan je niet zien dat ik het terug doe. Het ging net allemaal even heel snel. Ser was hier met Shaina en die meiden zaten lief te spelen. Toen kwam Marco thuis. Toen hebben we de lijfstier eraf gehaald. En die muur, ja, mijn lamp is nog niet heel fel. Die heeft nu een ruime kleur. Die is voorgestreken. En we hebben dit gekke muurtje hier. Die is nu ook oranje. Hier kun je het wel zien. Die is ook voorgestreken. En daar is nu alles weer even uit. En dan moet daar nog een stuk, daar nog een stuk, daar is nog een stuk. Dat moet ook voorgestreken worden. En dan wordt het, als het goed is, deze week nog gestukt. En dan hebben we alleen daar nog een muurtje achter de verwarming. Maar dat wordt het voorjaar, want ik heb geen zin om mijn verwarming er nu af te halen. Want ik heb 's avonds toch een tikkie open. En dan moet hij er ook natuurlijk bijna een week afblijven. Dus dat zag ik even niet zo zitten nu. Zeker, het is nu zou het deze dagen met een dikke trui en dikke sokken nog wel te doen zijn. Maar ja, als het weer dan net even omslaat, dan is het niet meer leuk. Dus dat komt later. Toen, terwijl we daarmee bezig waren, ook gekookt, gegeten. Maar we waren wat later ook daardoor Sarah naar bed gebracht. En nu, even hier. Marco is nog even mijn vriend. Dus ik ga even editen. Proberen we altijd zo te plannen als ik toch moet editen, dat hij dan even de deur uitgaat. En daarna gaan we denk ik weer meer uit de diversiteit kijken.
Ik dacht dus dat ik alleen maar helemaal gek was van deze serie. Maar Marco die zit me net helemaal... Zet hem aan, zet hem aan, zet hem aan, zet hem aan. Dus hij gaat aan. Zo, jij zat... Hallo, hallo. Daar, daar, zet hem aan. Niet, niet liegen jij. Stiekem lachen, hè? Ik zie het wel. Jij bent echt sneaky. Dat is letterlijk de enige reden waarom die beker nu niet kapot is. Omdat je die liet vallen en die al geen oor heeft. Het was er allemaal heel heftig om te kijken. Maar echt, we zitten er zo in. En nu gaan we lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!